Welkom in het nieuwe jaar 2015. Het was gisteren een mooi oud opnieuw. Het is vandaag 1 januari. Er is, wat ik heb gezien, weinig gebeurd met oud opnieuw. Het was een rustige oud opnieuw. Redelijk goed weer, wel een beetje vrieskou. Eén basisschool afgebrand, dat is dan wel een nadeel. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Het gaat om jouw doel om dit jaar in 2015 je nieuwe hardloopdoel te verwezenlijken. En ik hoop dat we daar met hardlopen mee kunnen helpen. Ik wil in ieder geval een heel goed en sportief 2015 wensen. Natuurlijk ook alle gezondheid en andere goede dingen in de rest van je komende jaar. Maar met name je hardloopdoel. Dus ga je eerste 5 kilometer lopen of misschien wel je 10e marathon. Ik hoop dat die nog beter gaat dan de vorige. Dat je gewoon echt misschien die 5% vooruitgang boekt die je wilt boeken. En wellicht zie ik je op 4 januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst. En ik hoop het wel. En anders op een andere hardlopen bijeenkomst. Ik zou zeggen, blijf lopen. Blijf fanatiek. Ook al is het nu koud en een beetje nat en een beetje sneeuw. Blijf gewoon lekker lopen. Dan wordt het een super mooi voorjaar, een super mooie zomer. En wie weet wat je allemaal gaat doen voor mooie wedstrijden, evenementen. Of gewoon net als ik een rondje om mijn huis, net als ik nu ga doen. Dus ik ga nu hardlopen. Ik zie je wellicht 4 januari of een andere hardlopen meeting. Hoi!